Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tijdens de avond en nacht blijft het kustgebied overwegend droog, maar zal het binnenland nog enkele buien krijgen. Aan het eind van de nacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan. Morgenochtend wordt het lokaal tijdelijk bewolkt, soms met een regenbui. In de middaguren kunnen er perioden zijn met buien, soms met onweer. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er kans is op matige tot zware onweersbuien met windstoten. Tot zover de binnenlandse berichten. Blijft u afgestemd voor het buitenlands nieuws.